Goedendag, welkom bij een nieuwe maandverwachting van Weerplaza. Het laatste weekend van oktober gaat waarschijnlijk warm, zonnig en droog te boeken in. Zeker tijdens de zaterdag worden toch nog wel temperaturen van 20 graden verwacht. Maar we zullen ook zien dat dat snel verleden tijd is. Want op de weerkaart zien we in eerste instantie nog die wind bij ons uit het zuiden waaien. Toevoer van vrij warme lucht. Maar we zien ook dat zondag de stroming al begint te draaien naar het westen. En dat we dat warme nazomerweer alweer snel kwijtraken. Wel is het zo dat het volgende week lange tijd rustig weer is. We liggen onder een uitloper van een sterk drukgebied. En zo'n hoge drukgebied eind oktober betekent wel vaak mist en nevel tijdens de ochtend. En we zullen ook zien dat het langzaam moeilijker wordt voor die mist om op te lossen en dat het daardoor ook vaak grijs verloopt komende week. Maar het blijft dus nog wel droog. En op de laatste kaart zien we dat hoge drukgebied langzaam aan. Wat meer richting de oceaan trekken, terwijl lage druk invloeden boven Scandinavië. Voorzichtig aan toenemen. En datzelfde patroon zien we dus ook in de luchtdrukafwijking tot aan 5 november. In onze omgeving toch echt wel hoge drukinvloeden. Maar het kern van het hoog lijkt in de loop van de periode wat meer de oceaan op te trekken. En lage drukinvloeden nemen al wat toe boven Scandinavië. Maar het is dan nog wel droog weer bij ons. We zien ook in de neerslagafwijking dat het gewoon heel droog is bij ons. Er wordt weinig neerslag verwacht de komende anderhalve week. Het blijft gewoon droog. Heel misschien wat regen uit zo'n nevelveld. Maar dat is het dan ook wel. Wat verder opvalt is het zuiden van Frankrijk en het noordoosten van Spanje. De hersenvakantie is natuurlijk nu begonnen. En in die regio wordt toch wel behoorlijk wat regen verwacht. Het kan er zelfs wat wateroverlast komen. Dus in die regio kom je misschien deze hersenvakantie wat bedrogen uit. Maar bij ons dus droge condities. Daarbij ook met die noord noordwestelijke stroming wel wat lagere temperaturen dan gebruikelijk. Begin november ligt de middagtemperatuur gemiddeld gezien rond een graad of 11. Nou, daar liggen we rond of net iets onder. We zien wel wat blauwe kleuren, dus de temperatuur ligt waarschijnlijk net een graadje onder het landjarige gemiddelde. En wat verder opvalt is dat ten noorden van ons ook wat koudere lucht zit. En die koudere lucht kan nog wel eens later in november wat meer onze kant op komen. Goed, in de EPS zien we ook nog dat warme weer aan het begin van de periode. Dan zien we komende week een stabilisatie van de temperatuur rond 15 graden, met dus in de nacht vorming van mist. En dan is het dus de vraag hoe snel die mist optrekt en of de zon nog tevoorschijn komt. En dan zien we begin november toch dat de temperatuur wat verder naar beneden lijkt te gaan, met middagwaarden rond de 10 graden en af en toe dus ook een nachtvorst. Als we naar de tweede week van november gaan, dan zien we nog steeds dat hoge drukgebied goed terug... Het hoogdrukgebied neemt wat meer een invloed af bij onze om, in onze omgeving. Het is dus nog wel droog weer, maar dat hoog trekt wat meer de oceaan op. Stroming begint al wat meer noordelijk te worden bij ons. En we zien dus ook dat die blauwe kleuren wat meer toenemen bij ons en in onze omgeving. De kans op koude weer de tweede week van november is dus groot. Maar dan blijft het dus nog in eerste instantie wel droog. Als we naar de derde week van november gaan. Dan zien we nog steeds dat het patroon met die noordelijke stroming bij ons. Maar we zien lage drukinvloeden juist toenemen. We komen steeds meer onder invloed, waarschijnlijk van lage drukgebieden te liggen. Terwijl de stroming nog uit het noorden komt. En dat betekent dus ook automatisch dat de kans op neerslag toeneemt. Dit is dan ook het eerste signaal waarbij het wat natter lijkt dan gemiddeld. En dit is dus half november en met een bovenluchtje ook steeds kouder wordt... en met middagtemperaturen die onder de 10 graden duiken... neemt de kans op misschien een keer een winterse bui... zeker tijdens de avond- en de nachturen geleidelijk aan toe. Goed, dan zijn we alweer toe aan de laatste kaart in de maandverwachting. gaan we al richting het einde van november. Dan zien we nog steeds die lage druk invloeden ten noordoosten van ons. Nog steeds dus die stroming uit het noorden bij ons. En we zien hoge druk vanaf Spanje richting Groenland... En dat duidt toch echt wel op een diep gewortelde noordstroming. Het is natuurlijk een signaal. Het is even afvragen en afwachten of dat ook zo blijft. Maar bij dit soort kaarten verwacht ik toch al dat het vanaf half november een beetje winters kan worden. Met wat winterse perikelen. Soms ook wat buien. Dus met een winters karakter. En ook nachtvorst. En ja, ook die neerslagafwijking blijft dus aan de positieve kant richting die tijd. Goed. Er volgt dus na volgende week een overgang naar wat meer een noordstroming. Het is dus tot die tijd nog rustig weer met hoge druk invloeden. Maar als die noordstroming er eenmaal is, dan zien we ook dat de temperatuur onder de norm voor de tijd van het jaar komt. En daarmee neemt dus ook de kans op wat winterse neerslag of wat winterse buien toe. En zullen we dit soort plaatjes die ik hier achter me heb waarschijnlijk ook vaker zien tegen die tijd. Ik wens u een fijne dag.